Hey, en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooi kerstbloemstuk maken. Ik heb er helemaal zin in, dus heb jij er ook zin in? Dan vast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan een kopje cursuspakketten. Ben je snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Een heel apart bloemstuk zelf maken. We gaan helemaal een frame zelf maken. We gaan met mooie lampjes werken. We gaan een mooi warm en apart kerstbloemstuk maken. Hiervoor gebruik ik de Oasis Biolet Bio Schaal. De buitenzijde is gemaakt van papier mache en natuurlijk goed voor het milieu. En dat is een kleine aanpassing die we hiermee doen. Wat je niet merkt, want de kwaliteit is net zo goed. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Ik gebruik ook ringen en mos. Ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gaan we een soort kerstbal. Het is een beetje een inspiratie, dus een verlichte kerstbal. En een beetje zo'n schutbol, wat je misschien wel van vroeger kent met al dat glitters en dat soort dingen erin. Met kerst zag je vaak zo'n kerstschutbol. En ik vind het toch altijd iets typisch voor kerst. En het geeft me altijd mooie herinneringen. En we gaan het vandaag ook maken in een soort bloemstuk. Daarvoor gebruik ik dus de Oasis Biolet Bio Schaal. Die gebruik ik als ondergrond. En de ringen, die gaan we eerst ontwikkelen met mos. Je kan ook eventueel kerstschoen gebruiken als je het leuk vindt. Of ander materiaal. En deze komt er dan onder. Dan heb je meer de houder van de bol. En daarbinnenin gaan we een mooi bloemstuk maken. Dus het was een heel apart bloemstuk. We gaan gauw beginnen. We beginnen eerst met de ringen. Allereerst gaan we de ringen ontwikkelen. En dat doen we met mos en wikkeldraad. En dat mag je met alle ringen doen. En als we al klaar zijn, gaan we verder met het bloemstuk. Ik heb de Oasis Biolet schaal even vol laten zuigen met water. Dat kan je gewoon doen door hem in het water te leggen en even zelf vol te laten zuigen. Hier bovenin komen dan de ringen en die zetten we eigenlijk in elkaar. En de buitenzijde die bedekken we weer met dennenappels. Die lijm ik er dan weer tegenaan. Deze komt er dan weer tussen. En dan zet ik het even vast onderin met krammen. De dennenappels die lijm ik er even tegenaan met warme lijm. En die doe ik strak langs elkaar. Er zit natuurlijk altijd ook een beetje grootte in de dennenappels. Maar dat kun je aanpassen aan je... hier zoals hier tussen waar het net zo'n boog is, is het mooier om een kleinere te doen. Ja.
Als dat helemaal klaar is, kunnen we verder met de verse materialen. Ik gebruik mooie katjes en die laat ik even meelopen met het frame. Eventueel kan je ook nog even een ijzerdraadje gebruiken, maar je kan hem er ook een beetje tussen klemmen. Dit doe ik aan twee kanten. En ook gebruik ik zuidenwindlelie die ik ook wat hoger gebruik in het stuk. En op die manier door hoog te gebruiken in, in deze bol maak je het ook spannend van binnen. Dan gebruik ik natuurlijk wat kerstgroen. Je maakt even de onderkant een beetje schoon. En wat eucalyptus. En die kan je zowel hoog als laag gebruiken. Maar je hebt nog best wel ruimte in de hoogte. Dus je mag ook best wel een tak wat meer in de hoogte doen. Dan heb ik een mooie katoenzak die ik ook wat meer in de hoogte gebruik. Echt winters. En ik heb wat grijs mos. Die ik even vastzet met een klein krammetje. Hier kan je ook mooie kleine plekjes mee bedekken. Dan doen we in het midden een mooie prachtige roos. En nog een mooie roos. Dan een mooie witte dennenappel. Je kan hem even op draad zetten of je gebruikt even een beetje lijm. En natuurlijk mag je kleine kerstballen dus niet ontbreken. Die kan je natuurlijk aanpassen aan de kleur die je zelf wil. Die ga ik ophangen, want dat vind ik wel een heel leuk effect geven. En dan is die ook eigenlijk wel heel erg mooi en af. Ik hang hem even aan een klein touwtje en die hang ik op verschillende hoogtes in het midden. En natuurlijk voegen we nog eventjes wat lampjes toe voor de gezelligheid. Je kan zelf kiezen of je voor één ledsnoertje gaat of bijvoorbeeld twee. Ja, hoe meer je kan ontwikkelen. Je kan het alleen in het midden doen, maar wat ook heel mooi is, is om het om de bol heen te doen. Dus om de metalen ringen. En hoe apart is dan dit prachtige, spannende bloemstuk die je van elke kant goed kan bekijken. En je maakt het natuurlijk spannend door met verschillende hoogtes te werken. Maar ook de balletjes die je erin laat hangen geven een heel speels effect. Ik spray hem nog even in met de Floralife Finishing Touch Spray vanaf een afstand. Ook goed voor het mos, maar ook voor de bloemen. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt een onderkopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En tot de volgende keer!